Goeiedag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland en een breed opklaringsgebied van Zeeland richting de achterhoek. Die opklaringen die trekken over het land en de wolkenvelden die bewegen ook van west naar oost. Ze lossen ook langzaam op. Heel misschien valt er in de noordelijke provincies nog een bui, op de meeste plaatsen blijft het droog. En doordat de wolken langzaam oplossen, zien we vanmiddag dus vaker de zon schijnen dan vanochtend. Temperaturen 15 tot 18 graden en de wind komt uit een westelijke richting en is 3 tot 5 per voor. Vanavond begint de wind af te nemen, klaart het breed op en blijft het ook overal droog. Halverwege de avond is de graad of 14. En dan gaan we naar de mooie donderdag vol op zonneschijn. Zwakke wind, temperaturen 18 tot 23 graden. Let op, op de stranden waait de wind van zee. Daar is het 14 of 15 graden. aanmerkelijk frisser dus, maar landinwaarts is het meteen heerlijk. Vrijdag wordt het nog warmer, plaatselijk wordt het dan 30 graden. En heel misschien komt er in de avonduren in het westen een onweersbui. Zaterdag lijkt de kans op buien groter, dan wordt de warme lucht verdreven. En zondag is het dan droog met veel zon en 18 tot 21 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl